Twee handen moet je gebruiken. Dan ga je een buisje eruit halen. Haal hem goed vast met je handen. Dan die hand je buisje eruit halen. Dan mag je deze er even in. Dan ga je neer. En dan ga je met die hand boven de maal een trekje doen. En dan haal je met de rechterhand terug. Zo. Oké. Neer. Ga je de band even aantrekken. Stoelband aantrekken. Helemaal ja. Dan ga je weer weggooien. Maar dat doet wat. Dat is een vieze naal. Nee. Voorzichtig. Met je vingerpoelen waar je gaat wachten. Wat is jouw naam? Oscar. Nou, ik denk dat ik wel in mijn hoed van trekken. Ja, dat kan, maar je moet wel een hoed van vertellen, want anders kan je niet zien. Oscar, je hebt het goed gedaan. Zeg je dan. Alsjeblieft. Als je mijn tas op. Ik denk dat hier op dit ook hier van het kleine niks. Je moet wel in een hoed van. Mag je even schoonmaken? Ja. En net de boodschap. Je kan niet zomaar in het wild leggen. Echt even voelen waar je prikt. En dan met het vat meeklikken. Dan pak je het buisje. Deze vasthouden. Het buisje erin doen. Heeft iemand zo een beetje raadje meegenomen? Hè? Om de schot vandaan. Ja, malaria preparatie komt weer. En gaan we even dit doen. Drukken. Op de buis. De buis moet erin. Zie je? Niet verder drukken, hij zit erin, het bloed loopt. Dan verwacht je dat het buis vasthouden. Altijd vasthouden, want je doet patiëntpijn. Hè? Nou, het moet stil zijn. Anders doet patiëntpijn. Mag je die er weer uit? En dan een watje erop. Leg maar neer. Watje erop. En dan voorzichtig de naald eruit halen. En dan doe ik die dicht. En dan wordt die naald weer stilband. Ja? Ja? Mag je? Mag je die erop doen? Misschien moet je een beetje afplakken. Ik doe bij deze even niet, want ik ga je voelen. Of je vast zit. Wat is je naam? Ja. 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 Ah, ja. 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 Je hebt al gegeten. Ja. 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 Ja.